Woningcorporatie Partheon, vooral thuis in Zaanstad, levert dit jaar 44 sociale huurwoningen op in Wormerland, de thuisbasis van woningcorporatie Wormer Wonen. En dit terwijl de Amsterdamse corporatie Rothschild al een flinke positie heeft opgebouwd in Zaanstad en nu ook de corporatie Eigen Haard, ook uit Amsterdam, gaat bouwen op een locatie naast het nieuwe ziekenhuis ZMC. Hoe gaan woningcorporaties op dit punt met elkaar om? Zijn daar regels of afspraken over? Een interview nu met directeur-bestuurder Harry Platte van Partheon. Zelf heeft Partheon zijn werkgebied statutair beperkt tot de Zaanstreek. Voor het eerst heeft Partheon, woningcorporatie Partheon, samen met collega woningcorporatie Wormer Wonen afspraken gemaakt met de gemeente Wormerland en de huurdersvereniging daar Huurders voor Huurders over aantallen en soorten huurwoningen in de komende jaren voor Wormerland. Een vraag aan directeur-bestuurder Harry Platte van Partheon. Wat betekent dit concreet, meneer Platte, dat Partheon van oudsher geworteld in Zaanstad voor het eerst actief wordt in Wormerland? Niet voor het eerst. Wel voor het eerst prestatieafspraken maakt. In die zin ook aanschuift. Hè. Aan de tafel waar Wormer Wonen al veel langer zit en ook een veel grotere partij is dan Partheon. Er is van oudsher weinig bezit, maar Partheon heeft wat nieuwbouwwoningen gerealiseerd in de Wormervelden. Ik zit altijd te denken hoe die namen zijn, want die wisselen nog alles in de projectfase. Dat zijn 28 huurwoningen. Daar komen dit jaar 44 huurwoningen bij in de staat van Wormer. En dan zullen daar in latere jaren aan de voorkant van die locatie, aan de Zaan, nog ruim 200 woningen bij komen. Maar waar komt dit initiatief tot gezamenlijke prestatieafspraken vandaan? Is dat van Partheon, van Wormer Wonen, van meneer John van Nimwegen of van de gemeente Wormerland? Dat is een goede vraag. Volgens mij in mijn periodiek bestuurlijk overleg met de wethouder, Jeroen Schalkwijk, hebben we ergens 2017 misschien gezegd van, als de plannen in de staart van Wormer, die 44, als die wat concreter worden, dan moet Partheon misschien ook maar mee gaan doen in de ronde van de prestatieafspraken. Ja. Maar waarom wordt Partheon er eigenlijk bij betrokken? Nou, deels is dat een wettelijke verplichting. Welke wettelijke verplichting? Vanuit de woningwet is er bedacht dat een corporatie in het voorjaar een aanbod doet aan de gemeente waarin ze werkzaam is en dan later dat jaar uitwerkt tot een set met prestatieafspraken waarin de gemeente betrokken is, de huurders en de corporatie. Ja, maar dat is de procedure voor die prestatieafspraken. Ja. Maar waarom is specifiek in Wormerland Partheon erbij betrokken? Kon Wormer Wonen het in zijn eentje niet af? Ja, prima, dat doen ze al jaren. En heel goed, denk ik. Maar misschien op grotere schaal? Nou, Wormer Wonen is natuurlijk vele malen groter in Wormerland dan Partheon voorlopig zal zijn. En dat blijft nog heel lang zo. Hè? Ik weet niet precies wat de aantallen zijn, maar wij zijn natuurlijk een hele bescheiden speler. In Wormerland? In Wormerland, dat klopt. Ja. Maar in Zaanstad bent u heel groot. Heeft Wormerland Partheon nodig? Oh zo, nee hoor. Nee, daar komt deze, daar komt dit, dit initiatief eigenlijk niet vandaan. Dat geloof ik niet. Nee, ik denk ook eigenlijk dat wij zijn aangeschoven aan de tafel die er al was en in het goede gesprek wat er ook al was. Ja. Gaan Partheon en Wormer Wonen nu in de komende jaren ieder voor zich aparte projecten doen in Wormerland? Of is er ook iets wat beide woningcorporaties echt gezamenlijk kunnen oppakken? We hebben nog niet die plannen om zaken gezamenlijk te doen. Maar ja, dat is altijd, als het nuttig
En goed is voor de volkshuisvesting of voor een project om het samen te doen, dan is daar niets op tegen. De woningcorporaties, alle twee, Partion en Wormer Wonen, leveren dit jaar volgens die prestatieafspraken, dit jaar 2019, 44 sociale huurwoningen in Wormerland op. Maar die komen alle 44 van Partion. Is dat nou een toevalligheid? Ja, dat is denk ik wel echt toeval. Toevallig heb ik vanochtend met John van Nimwegen rondgereden. Hij heeft me heel veel projecten laten zien die Wormer Wonen de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Mooie projecten. Dus er is veel gebeurd. Maar ja, een project kent vaak een lange aanlooptijd en heeft op een goed moment een opleverdatum. En Partion produceert bijvoorbeeld weer vrij weinig in Zaanstad in 2019. En dat is altijd op je jaarschijfniveau best wel eens lastig uitleggen als je net dat jaar niet zoveel plannen hebt. Maar eigenlijk, ja, weet je, de plannen die we nu maken, komen in 2021, worden die opgeleverd, zeg maar. In een bericht lees ik dat Partion en Wormer Wonen samen met de gemeente op zoek gaan naar extra plancapaciteit voor huurwoningen in Wormerland. Misschien is dat vakjargon, maar wat is plancapaciteit en waarvoor is extra plancapaciteit nodig? In gewone mensentaal, waar kunnen we meer sociale huurwoningen bouwen? Ja. Dus op zoek naar plekken waar dat mogelijk is. Ja. En waarom het nodig is eigenlijk om de wachtlijsten te verminderen. Ja. Dus er is een hele grote wacht, een hele lange wachtrij. Ja. Dus er zijn meer woningzoekenden dan dat er op dit moment aanbod is. Bekend, bekend probleem. Ja. Hebben Zaanstad en Wormerland als gemeentebestuur een gelijkluidende visie op de woningmarkt en met name de sociale huursector? Of zitten daar verschillen tussen? Bijvoorbeeld samenhangend met een afwijkende bevolkingsopbouw? Heeft u daar iets van gemerkt? Ik heb daar niet zoveel van gemerkt, maar ik heb daar ook geen studie naar gedaan. Dus ik durf dat eerlijk gezegd niet zo te merken. Qua cultuur bijvoorbeeld, omgang met ambtenaren? Bij beide gemeenten is echt een enorme drive om woningen toe te voegen. Ook om sociale huurwoningen toe te voegen. En dus daar proef ik niet zoveel verschillen. Het is ontzettend mooi dat ook op gemeenteniveau er samen wordt gewerkt en wordt gesproken van hoe maken we die mooie Zaan die ons toch samen verbindt tot een, misschien ook wel verbindend element en niet alleen maar de gemeentegrens, zeg maar. Dus ik denk niet dat daar grote verschillen zijn. Maar Wormerland vergrijst en ik heb de indruk meer dan Zaanstad. Leveren dat soort cijfers misschien een kenmerkend verschil op? In Wormerland is in 2035 bijna de helft van de bewoners 75-plussen. Dat betekent ook wat voor woningcorporaties. Ja, dat zijn enorme aantallen. Ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik vermoed eigenlijk ook dat Zaanstad een iets jongere opbouw heeft, dus dat misschien wat achterloopt. In brede zin is dit wel het vraagstuk van iedere gemeente. Ik kan me voorstellen dat Zaanstad wat achterloopt, maar Zaanstad is ooit een groeigemeente geweest. Dus daar komt dan op een gegeven moment een versnelling vanuit de demografie aan. Hè? Dus dit vraagstuk, daar moeten we met z'n allen mee aan de slag. En de grote opgave wordt, hoe maken we de wijken en de woningen zodat mensen daar langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat is ook een opdracht voor Partion. Natuurlijk voor Wormer Wonen, maar ook Partion. Ga daarin mee. Ja, dat is een belangrijke opgave, maar ook wel een belangrijke kans, denk ik. Want het kan wellicht ook helpen als we de oudere huurders zouden kunnen verleiden naar een nieuwe woning, die dan bijvoorbeeld gelijkvloers is. Dan komt er weer een eengezinswoning vrij voor een gezin. Dus ik geloof ook in doorstromingskansen. Ja. Dat het echt wel goed is om dit mee te nemen in de planvorming. Ja. Mijn laatste vraag. Terwijl Partion actief wordt in Wormerland, lees ik bijvoorbeeld dat de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard huurwoningen gaat bouwen
op die locatie naast het nieuwe ziekenhuis ZMC in Zaanstad. Ik denk aan eerder Rotsdeel in de havenbuurt. Hoe gaan woningcorporaties onderling nou eigenlijk met elkaar om? Hebben woningcorporaties een thuismarkt waarbij ze een steeds grotere kring omheen trekken? Hoe gaat dat? Daar zit iedere corporatie ietsje anders in. Dus daar zit een bepaalde vrijheid in. Niet meer de vrijheid van 10 jaar geleden. Dus er zijn woningmarktgebieden waarin je actief mag zijn. En daarbuiten mag je niet actief zijn. Waar houdt het voor Partillon op? Partillon is statutair, heeft zich statutair eigenlijk beperkt tot de Zaanstreek. Dus dat is heel overzichtelijk. En er zijn dus andere corporaties, bijvoorbeeld Eigenhaard en Rotsdeel, die u net noemde. Die dat wat breder zien, ook wat groter zijn, maar ook al een flink aandeel hebben hoor in Zaanstad. Rotsdeel is echt een grote speler in Zaanstad. Maar de Amsterdamse corporaties hebben zichzelf dus niet beperkt tot Amsterdam. Wat je zou denken, nou dat is toch groot genoeg. Ja, 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 inderdaad. Dat zou je kunnen denken. Ik moet zelf, ik zit daar zelf al een beetje eenvoudig in. Ik denk, wat we nodig hebben zijn sociale huurwoningen. Wie ze kan en wil bouwen is van harte welkom, ook in Zaanstad. Morgenavond praten 6 woningcorporaties gezamenlijk met de gemeenteraad van Zaanstad. En daarvan zijn er ook weer 3, Rotsdeel, Eigenhaard en Woonzorg Nederland, afkomstig uit Amsterdam. Is dat kenmerkend? Is dat voor het eerst dat ook de Amsterdammers hier de raadsleden komen ompraten? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat u doelt op wat wij de winterkoers noemden. Ja, ja, morgen vanaf 7 uur, 8 uur. Ja, nou, het zou mooi zijn als die partijen er ook bij zijn. Dus ik weet dat ze uitgenodigd zijn, want ze hebben hier een aandeel. En dan nodigen we ze ook altijd uit voor dit soort zaken. Het is ook niet zozeer bedoeld als ompraten, maar met name nieuwe raadsleden. Die krijgen ontzettend veel informatie voor hun kiezen. En dan is het, leek het ons fijn dat de corporaties vertellen van hoe zit ons werkveld in elkaar, hoe zit onze bedrijfsvoering in elkaar, welke vragen leveren er aan de andere kant, zodat we dat gesprek op gang kunnen helpen. En de Amsterdammers, om het maar even zo te zeggen, die ook in de Zaanstreek eigendom hebben en woningen verhuren, zijn dan bij zo'n discussie ook gewoon van harte welkom. Ja. Oké, meneer Platte, Harry Platte, directeur bestuurder van woningcorporatie Partillon. Bedankt voor uw toelichting.